Welkom bij de nieuwe aflevering van de Koken met Engelen podcast. Alles wat je wilt weten over eten. Met Harold Engelen en Gert-Jan van Dijk. Aflevering 4. Jazeker. Alweer 4, zeg maar. Alweer 4. Best snel. Ja, absoluut. Hey Gert, waar gaan we het vandaag eigenlijk over hebben? Allergenen. Ja, het is wat, hè? Ja, je had een stuk informatie over gestuurd en ik had zelf het een al opgezocht op internet. En toen denk ik van, ik weet hier echt heel weinig van. Nou, ik heb zelf geen last van allergieën, dat scheelt natuurlijk ook. Maar toch, ik stond er wel even verbaasd van. En ik ook wat er, hoeveel dat ook wel niet voorkomt. Ja. Ook daar had ik eerlijk gezegd geen idee van. Ik heb toevallig wel een paar in de familie die ook daar wel een beetje lasten van hebben. Maar niet dat het eigenlijk zo vaak zou voorkomen in zoveel hoeveelheden en in zoveel variëteiten eigenlijk. Dat had ik echt niet verwacht. Ja, dat is... verbaasd van. Jij zei al, je hebt wat informatie opgestuurd. Ik heb inderdaad een e-book gemaakt allergenen. Ja. Dan niet over wat er allemaal is en hoe het allemaal, maar meer de misstanden eigenlijk die omtrent allergenen zijn. En die heb ik gemaakt zodat we dat... ik hoop dat ik dat een beetje uit de wereld kan krijgen, zullen we zeggen. Dat we daar verder mee komen. Ja. Als maatschappij. Precies. Want voor de mensen die het hebben, is het echt geen feestje. Nee, dat ik moet ook heel eerlijk zeggen, dat heb ik mij ook niet echt gerealiseerd. Maar dat is natuurlijk vaak zo, als je er zelf niet mee in aanraking komt, dan is ook zo. Wat anders tegenover. En jij komt ook nog uit de tijd, zonder dat ik je oud wil maken, dat je dat als je buikkrampen had, dat je daar, ja, dan had je buikkrampen. Ja, nou ja, precies. Morgen is het weer over, zullen we zeggen. Ja, ja. En dat is natuurlijk... En anders was er wel een huismiddeltje voor. Ja, ook dat. Maar dat liepen natuurlijk... nou, dan praten we wel echt... zeg maar de Tweede Wereldoorlog en daarvoor... had je pijn? Of had je krampen? Of diarree? Of andere onsmakelijkheden? Ja, nee, dat klopt. Nee, dat klopt. En dat werd gewoon afgedaan als stel niet zo aan. Ja. En morgen weer beter. Ja, precies. En dat is natuurlijk niet altijd het geval. Morgen weer een dag. Weet je wat ik mooi vind aan allergieën? Is dat je kan zien hoe belangrijk voeding eigenlijk is. Want als je dus iets niet meer kan eten, hoe belangrijk het is dus dat je het niet eet. Ja, en klopt, dat je daarmee heel bewust wordt met wat je eet. Ja. Weet je, toen ik jonger was en... ik denk dat ik het laatste leerjaar ben geweest die op school nog geleerd heeft om suikervrij gebak te maken. Want dat is nog bijna niet meer te koop. Want de mensen met suikerziekte, die gaan er tegenwoordig op een andere manier mee om. Maar vroeger werd daar natuurlijk al heel veel rekening mee gehouden. Dat klopt, dat is waar. Maar dat kwam ook bij de huisartsen vandaan. Want ik zou je vertellen, mijn zoon is... niet liegen, Vincent wordt dit jaar 40 volgens mij. Of 41, maar goed, maakt niet uit. Rond de 40. Hij kreeg op zijn 17e suikerziekte. Dus dat is ook niet eens zo heel lang geleden. En de huisarts, want dat kwam eigenlijk door afvallen, vaak plassen en dat soort dingen. En hij at goed, dus daar kon het niet aan liggen. Nou, het was naar de huisarts toe en toen hebben ze hem uiteindelijk gepriet. En je hebt suikerziekte. Weet je wat je doet? Doe maar twee... Ik moet daar nog een beetje om lachen, maar goed, het was toch uiteindelijk triest genoeg. Doe maar 2 weken geen suiker eten en maak maar even afspraak bij een specialist. Nou, inderdaad, specialist afspraak gemaakt in het ziekenhuis. En 2 weken later kon ik inderdaad bij een specialist terecht en hij kwam het ziekenhuis niet meer uit. Hij had een waarde van 35. Dat is niet goed. Dat is helemaal niet goed, zelfs. Nee. Maar ook daar kun je al zien dat, en dat is nog niet eens zo, eigenlijk betrekkelijk nog maar kort geleden, dat ook de huisartsen eigenlijk niet zo heel goed wisten wat ze daarmee aan moesten. Maar het is op heel veel gebied natuurlijk wel de laatste jaren een soort van stroomversnelling gekomen. Dat geldt ook zeker voor allergenen. Ja. Als ik me niet vergis, en dan bind me er niet helemaal op vast, maar volgens mij is 2014 er ook een wet voor aangenomen in Nederland. Ah, dat is ook een wet. En daar zijn 14 allergenen in beschreven. Waarvan de bekendste eigenlijk hier voor ons op tafel liggen. En dat is brood, heb ik hier neergelegd, maar dat is een glutenallergie. Dat heeft niet zoveel met tarwe te maken, of met graan, daar zit de gluten in. Daar komen we straks vast nog wel even op terug. Pindaallergie, zie je heel veel. Dat hoor je ook heel veel, hè? Noten en pinda's, dat hoor je heel veel. En lactose.
ja, melk. Ik kom daar zo meteen nog een klein beetje nuance in brengen, want het is eigenlijk geen allergie. En ei, of kippenei, daar is ook veel voorkomend. En dan hebben we daar een paar lekkere koeken met wat noten erin zitten. En die zitten ook nog bij de top 5. En dat zijn eigenlijk de meest voorkomende allergieën die... Eieren wist ik dat niet. Nee, ja, nee. Kippenei is, die hoort bij de top 5. Oké, oh, dat is nieuw voor mij. En nou ja, ik had je natuurlijk voor de uitzending al even gesproken. Ja, ja. Jij zei dat je eigenlijk geschrokken was waar je allemaal allergisch voor kan zijn. Ja. Nou, ze hebben inmiddels 120 voedingsmiddelen beschreven. Zo. Maar om even kort uit te leggen voor jou. Een allergie is een reactie van het afweersysteem. Ga ik allemaal niet in detail. Ik ben ook geen arts of wetenschapper. Ik snap het wel. Maar je hebt het afweersysteem gaat tegen het gevecht aan wat jij eet. In de basis is het genetisch bepaald. Dus je krijgt het doorgegeven van je ouders. Erfelijk bepaald. Ja. Maar zolang jij niet met het product in aanraking komt, hoeft het geen probleem te geven. Maar stel je bent allergisch voor appels. Dan ben je niet allergisch voor de appel. Maar je bent allergisch voor het eiwit wat in de appel zit. En dat eiwit komt in je lichaam en jouw afweersysteem gaat daartegen verzetten. Want die zien dat als een indringer en niet als een lichaam vreemde stof en niet als een voedingsmiddel. En dat eiwit wordt dus aangevallen. Nou, daar krijgen heel veel mensen rode vlekken, bult. Maar dat is eigenlijk een soort van koortsverschijnsel. Want koorts is natuurlijk ook dat je het gevecht aangaat met de griep bijvoorbeeld. Om jezelf te genezen in die zin. En dat doet hij eigenlijk, is dat de allergische reactie die jij krijgt, is dus het gevecht van je afweersysteem. Maar wat het dan is, dan heb je natuurlijk in heel veel gradaties. Je hebt mensen die een rauwe appel niet kunnen eten, maar een appeltaart wel. Daar verandert natuurlijk iets tijdens de verhitting en het bakproces. En zo zijn er heel veel dingen. Maar je hebt pinda-allergie. Dat is misschien wel bijna de meest ernstige. Of noten ook wel, maar pinda's is echt wel een heel dingetje. Als je dat hebt, dan kan je een acute allergische reactie krijgen. Dus die is zo heftig, dat kan leiden dat je niet meer wakker wordt. En dan kan je in shock raken en dat is echt wel heel heftig. En daarom zijn die mensen ook altijd heel voorzichtig. Is pinda ook lastig, absoluut ook in je epitroom, maar misschien iets makkelijker te mijden als je het goed weet. Maar daarentegen zijn er ook heel veel producten die je sommige dingen niet verwacht en daardoor toch binnenkrijgt. Maar je kan ook alleen maar een beetje een rode uitslag krijgen of jeuk. En als je dat hebt, dan is het natuurlijk ook een keuze om daarmee te dealen. Dat je als je echt helemaal gek bent van die appel en je weet dat je daar niet heel goed tegen kan, maar niet extreem ziek van wordt, zul je daar minder moeite ja, doen. Ja, precies. Dan kunnen we eens zeggen, neem toch maar een keer die appel. Die jeukje neemt maar te kopen op de koop toe. Ja. Juist. Nou, en dat maar als je ernstig ziek van wordt, is dat een ander verhaal? Ja. Maar als je kijkt, Nederland is het ongeveer natuurlijk bij benadering. Op iedere 200 mensen zijn er 5 allergisch. Dat is best wel veel. Dat is best veel, ja. Maar het is nog gekker, want bij kinderen gaat het nog harder. Dus 7% van de kinderen ongeveer heeft een allergie. En een allergie die wij bespreken trouwens in deze cijfers zijn mensen die een diagnose hebben gehad met een allergie. Dus die zijn door een specialist onderzocht. En dat zijn niet de mensen die zichzelf diagnostiseren met een allergie, want die zijn er ook nog heel veel. Dat percentage kan wel bijna dubbelen zijn. Maar dat betekent 7%, dat zijn 2 kinderen in iedere klasse. Poeh, ja, dat realiseer je eigenlijk niet, hè, eigenlijk. Ja, dat is waar. Ja, ik las het, ja. Twee van, hè? 200 klas. Ja, dat is veel. Dat zie je niet, ja. Dat is heel veel. Ja, ik ben een beetje op onderzoek gegaan en daarom heb ik dit. Want ik was eigenlijk heel benieuwd. Ik maak het natuurlijk veel mee. We hebben het in andere podcastafleveringen voor mij ook al eens benoemd. Dat wij vragen krijgen en de meest bijzondere soms. Maar dingen waar we ook niet, en daar leren we van. Maar ja, natuurlijk. In heel veel bedrijven is iets, en dat maakt niet uit of het nou een timmerfabriek is, of een keuken is, of een maakt niet uit, is iets anders als normaal, eigenlijk heel ingewikkeld.
wordt altijd heel moeilijk over gedaan. Mijn vader heeft een bakkerij, dan hoor ik de jongens ook wel eens zeggen als er weer een bijzondere vraag komt van een klant. Dan zie je ze zuchten en steunen, want dan moeten ze dan speciaal maken. Ja. Het kost ook meer moeite, want de productie moet stil, het moet anders en noem het op. Dus het is ook lastig. En dat is natuurlijk voor horecabedrijven idem. In sommige gevallen is het gewoon heel lastig om voor iemand die gluten of lactose heeft, om daar rekening mee te houden. Want dat kost extra moeite. Ja. Dus daar is ook wel wat voor te vinden. Dat begrijp ik, ja. Alleen ik kijk er anders naar, want ik zie het meer als uitdaging. Ik heb gelukkig zelf, zover ik weet, geen allergie, geen last van. Alleen ik zie het als uitdaging als jij iets niet kan eten, om te zorgen dat jij toch mee kan eten. Ja, precies. En tuurlijk, sommige dingen heb je gewoon pech en dat is niet leuk. Maar jij zult als jij glutenallergie hebt, nooit geen brood kunnen eten. Nee. Althans, niet wat hier ligt. Nee. Je kunt wel speciaal glutenvrij brood, maar daar vind ik ook wel wat van. Ik denk dat het een uitkomst is voor de mensen die daar last van hebben, maar het is eigenlijk geen brood. Nee, dat klopt, want ik, een schoonzusje van mij en haar zoon hebben allebei glutenallergie. En die vindt het eigenlijk is prima mee te leven. Behalve inderdaad, het brood vinden ze allebei helemaal niet. Nee, brood is verschrikkelijk. Ja, dat zeggen ze ook allebei. Het brood is echt een drama. Ja, ja. En daar is ook wel wat weer uit te leggen. Maar, dan gaan we even een klein stapje terug. Ik zei net al, we hebben lactose. En gluten is dat eigenlijk ook. Dat is eigenlijk geen allergie. Wat is dat dan? Een intolerantie. Oh, oké. Okay. En ik moet er een beetje bij lachen, want wat je ook openslaat, er wordt heel veel door elkaar gebruikt. Er is geen eenduidig antwoord op. Maar het grootste verschil is eigenlijk dat je bij gluten intolerantie, dus eigenlijk, of lactose intolerantie, niet het afweersysteem is dat het gevecht aangaat met het eiwit. Het is meestal een enzym, bijvoorbeeld als je lactose hebt, of tenminste lactose heb je niet, maar je hebt last van lactose, dan mis jij of heb jij te weinig lactase. En lactase is het enzym dat lactose afbreekt in jouw lichaam. Dus die melk komt in jouw darmen, maar jouw darmen kunnen het niet verwerken. Nee, op die manier, ja. Als je kijkt in melk, daar zit het meeste in. Kaas zit heel veel in, daar zit heel veel puur. Maar eigenlijk is het melksuiker, waar je net als dat we fructose hebben in vruchtensuiker, dat je daar ben je gevoelig voor. En dat heb je in 1000 gradaties. Oh, oké. Okay. En dat kan wel heel ernstige vormen aannemen. Het is absoluut niet dat het veel minder ernstig is, maar het is ook veel minder acuut. Als ik nu melk zou drinken, ik zou er last voor de meeste. Hè? Het is nooit bij iedereen hetzelfde. Maar nee, precies. Voor de meeste mensen is als je nu melk drinkt, krijg je daar ook vanavond of morgen last van. Ja, het is niet gelijk, niet direct. Nee, maar als ik nu pinda's eet en ik heb een pinda-allergie, ga ik gelijk zo, net een beetje zo'n wespensteek als je allergisch bent. Hè? Ja. Dat verhaal. Ja. Dat geldt voor dat soort dingen ook. Bij appels of vruchten zie je dat vaak. Zelfs als je het op je huid krijgt, kan je al uitslag krijgen. Want ook daarin neemt je lichaam voedingsstoffen op. Ja. Veel minder en veel minder goed als via je mond, maar ik denk het ook op. Het zal ook, ja. Dus dat is een beetje het verschil, maar dat wordt heel veel door elkaar gebruikt. Want ook de wetgeving staat dus aan, gluten is een van de 14 allergieën, zeg maar, allergenen die beschreven staan. Dus het is wel een beetje door elkaar gebruikt. Ik heb het in het e-book, ook kom ik daar wel een beetje terug, leg ik ook wel wat uit. Maar ik denk dat de meeste mensen in Nederland, dat ik die niet hoef uit te leggen dat glutenallergie bestaat. Nee, maar dat hoor je over het algemeen. Dat hoor je wel eigenlijk links en rechts al de mensen die dat hebben. Ja. Dat hoor je wel vrij veel, zeg maar. Ja. En lactose ook. Ja, lactose en die ook, ja. Die komt ook heel veel voor. Maar de meeste voorkomende allergie in Nederland, heb jij een idee? Nee. Echt niet? Nee. Is schaaldieren. Oh? Oesters, mosselen. Oh, dat. Oh. Ja. Nou, gelukkig dat ik dat niet heb dan. Nee. Trouwens, ik heb helemaal geen allergie, maar nou, tenminste, niet op te voeden. Nee. Ja, medicijnen, maar dat voel je niet. Nee, ja. Dus ik heb een medisch artikel zitten lezen en ik moet even, sorry, de naam van de beste man moet ik mij verschuldigd blijven. Ja. Of vrouw trouwens, dat kan ook prima. Arts, zullen we maar zeggen. Of onderzoeker. Die stelt dat eigenlijk ieder mens een allergie heeft. Ja.
Het kan zijn voor latex, het kan zijn voor... Oh ja, natuurlijk. Ja. Op die manier, ja, ik zal. En er zijn ook producten die slecht, maar je hebt bijvoorbeeld in de bakkerij hadden ze vroeger voornamelijk, tegenwoordig is dat een stuk minder, maar het gebeurt nog steeds, is bakkerseczeem. Ja. En eigenlijk is het ook een allergische reactie. Ja. Op gluten. Kindje van mij is het ook. Op je zachtere delen. De kindje van mij die heeft te moeten stoppen met haar opleiding. Ja. Vanwege. En dus daar merk je wel dingen van. Nu is er best wel heel veel informatie over als je allergenen hebt. Mensen met een allergie is het nooit een pretje. Je moet soms, als jij tegenwoordig, en dat is dus eigenlijk waar we een beetje heen willen. Als jij naar de supermarkt gaat om je boodschappen te doen. We hebben het al heel wat vaker kleine bruggetjes gemaakt. Met pakjes en zakjes en dingen en toevoegingen. Maar in de supermarkt wordt het bijna survival als jij lactoseallergie hebt. Of intolerantie. Om producten te vinden waar geen... Nou, de voedselmiddelenindustrie is jarenlang heel fan geweest van gluten en van lactose. Okay. Lactose is een suiker die wordt toegevoegd aan heel veel producten en vaak voor kleuring. Lactose wordt heel snel bruin. Dus als je dat zit bijvoorbeeld ook heel vaak in broodverbetermiddel. Dus oftewel waar we ons brood mee verbeteren. Op zich is daar niks mis mee. Het is een natuurlijk product. Het is niet in die zin slecht. Vroeger deed de bakker toen ze geen broodverbetermiddel hadden een kopje melk erbij. Had hij hetzelfde effect. Ja. Alleen doordat het in zo ongelooflijk veel producten gebruikt wordt als kleurgevend middel eigenlijk. Want daar wordt het met name daarvoor gebruikt. Krijg je natuurlijk dat als jij lactoseallergie hebt in de supermarkt ingaat, dat je denkt van... En nu? Ja, waar moet je beginnen? En een goede vriendin van ons, die is allergisch, of die heeft een gluten- en lactose-intolerantie, ook lekker samen. Dat is heel moeilijk voor haar soms om bepaalde producten wel of niet. Nou, gelukkig is de markt dan, sinds dat die wet er is het toch wel een beetje veranderd. Want leveranciers zijn nooit zo, of fabrikanten nooit zo blij om heel veel etiket te maken. Want ze hebben liever zo min mogelijk erop staan. Want het schrikt ook af. Dus, ja, plus dat de consument helft niet leest. Ook, maar als jij voor op je verpakking of achter op dik gedrukt moet zetten. Want dat is dan verplicht welke allergenen erin zitten. En je hebt een lijst van 10. Ook voor iemand die geen allergie heeft, geen leuke tekst. Nee, precies. Dus probeer je als fabrikant te zijn. Nou, soja is er eentje van, maar soja is ook een allergie. Dus het is best wel heel ingewikkeld. En dan kunnen we natuurlijk stellen, dan eet je het gewoon niet. Ja, dat kan. Maar wat eet je dan wel? Ja, dat is ook zo. Als jij lactoseallergie of intolerantie hebt, je gaat de supermarkt in en jij wil een koekje eten. Mag je dan nooit geen koekje eten omdat jij dat hebt? Is dat dan hoe we denken? Dat is meer wat ik wil weten. Hè? Daar ben ik naar onderzoek uitgegaan eigenlijk, hoe mensen daarover denken. Hoe denk jij daarover? Denk jij dat ik dan geen koek maak? Nou, nee, dat vind ik onzin. Dat vind ik echt onzin. Maar ik vind, daar moet de industrie, moet zich dan maar op aanpassen van de kanten. Deels. En laten we eerlijk zijn. Deels. Kijk, er is altijd wel, hoe je het ook bent of verkeerd, maar er is altijd wel iets te vinden waar je kunt zeggen, nou, dat kunnen we vervangen door. Ja, bijna wel. Waar het dan toch voor iemand die dan die allergie heeft, toch ook een koekje kan eten. En het hoeft niet in alle koekjes te doen, maar dan kunnen we op de ene of twee soorten wel doen. Ja, maar nou ga ik je het nog mooier vertellen. We hebben het al een keer kort genoemd, dat is roomboter. Ja. Vroeger maakten we alle koekjes eigenlijk met roomboter. Ja. Dat is overgegaan naar margarine. Ja. Maar margarine had één probleem. Dat kleurt niet zo mooi. Dus moest er een toevoeging komen. Dat werd lactose. Dus ja. Bijna alle koekjes die jij uit de industrie koopt zijn met margarine gemaakt. Dat is een andere discussie of dat goed of slecht. Dus die zijn plantaardig. Alleen, ze willen die kleur zo goed hebben van dat koekje. Dat die zo lijkt op dat die als die met roomboter gebakken is. Dus hebben ze lactose toegevoegd. Om te zorgen dat die koekjes. Daarom zit het een koekschap
Terwijl het bijna allemaal... Natuurlijk zijn er ook roomboterkoekjes, hè. Dat staat er vaak op. Ja, maar ik bedoel, ja, dat wil ik niet zeggen. Maar als je dus dan roomboterkoekjes meeneemt, heb ik dat probleem niet. Nee, wel, dan heb je al lactose, want dat zit in de melk. Oh, het zit in de melk. Oh ja, tuurlijk, ja. Tuurlijk, ja. Nee, maar ja, het is goed dat je het vraagt. Ja, nee, natuurlijk. Die zeggen het logisch, ja. Dus daarmee maak je natuurlijk het speelveld veel moeilijker voor de mensen die daar last van hebben. Ik begrijp het, ja. Ja, nu heb ik, ik zie jou, jij hebt ook je radioprogramma op de woensdag of op de maandagavond. En dan heb ik je wel eens, dan zit ik ook wel eens mee te kijken op jullie in de studio. Dan zie ik jou het snoep knaaien. Ja, dat klopt. Ja, en dan ben je gek op. Ja, het probleem is zijn van die potten van haringboom, waar gemengd drop is dat. Ja. En dat ben ik echt, dat vind ik echt, dat kan ik niet van. Dat is het probleem ook. Als ik heb het thuis dus ook niet, bewust niet. Maar als ik dus in de studio zit en dan aan Olivier, die is er ook nogal een liefhebber van, is degene waar ik samen het programma mee doe. En die is er ook liefhebber van, dan wordt het behoorlijk wat van gestaan. Ja, ik heb ook zo'n zakje gehad van hetzelfde merk ook. En, dat is dus ook weer zoiets. Dat is dus eigenlijk een beetje een instinker. Als je het etiket leest, dan mag je dat als je. Eigenlijk met de meest voorkomende allergieën. Mag je het hebben? Gewoon eten. Appel is een dingetje, want dat ligt aan wat is het smaakstof appel zit erbij. Dus hoe erg je dat hebt. Maar voor de rest mag je het gewoon eten. Maar er staat onderaan een regeltje: kan sporen bevatten. Oh ja, ja, ja. Van lactose en tarwe. Ja, of melk en tarwe staat er. Oké, ik heb nooit gezien, ik let er nooit op. Dat betekent dus dat naar alle waarschijnlijkheid het op dezelfde productielijn gemaakt wordt als dat een product gemaakt wordt waar dat in zit. Ja, dat snap ik. Ja. Want dat is meestal het verhaal. Maar daarmee dekken ze zichzelf een beetje in. Maar als je daar eens naar gaat kijken op hoeveel verpakkingen dat staat, schrik je wel. Ik heb zelf jam geproduceerd. En hartstikke leuk, bijzondere jammen, allemaal rare smaken, superleuk. Maar dat deed ik in de bakkerij van mijn vader. Dus wat ging ik doen om mezelf in te dekken? Op ieder potje stond bij mij, maar toen had ik die kennis nog niet. Nee. En dat is ook al, praat ik ook over een jaar of 7 geleden, denk ik. Maar stond op ieder potje had ik gezet, kan lactose ook, want ik denk dan die ook maar. Precies. En gluten bevatten. Voor het geval dat. Want ja, als er toch ergens een stuifje bloem in de lucht ging, dan heb ik die in ieder geval gevangen. Ja, precies. Ja, begrijp ik. Ja. Dus vanuit de fabrikant is er wat voor te vinden, want die wil voorkomen dat jij er etende ziek van wordt. Ja. Alleen, als het dus overal op staat, wat kun je dan nog eten? Ja, dan wordt het lastig. Ja. Want kun je het wel, kun je het niet. Dus dat is een hele grote uitdaging voor de mensen die een allergie hebben. Ja. Maar nu is er ook een soort van natuurlijke weerstand tegen allergieën. Dat is eigenlijk waar ik mijn e-book ook over geschreven heb. Voor de luisteraars, die kun je downloaden op onze website www.kokenmetengelen.nl. Kom je vanzelf tegen. Ik zeg zeker de moeite waard. Het is gratis, kun je gratis downloaden. Even je e-mailadresje achterlaten en je mag hem lezen. Daar stellen we 10 misverstanden aan de kaak eigenlijk over allergenen. Ja. Maar nu, ik ben mijn vraag even kwijt. Wat zei ik ook alweer vroeger gingen? Nou, dan ben ik ook even kwijt. Nee, maakt niet uit. We komen dus van, ik denk dat we zo meteen alweer afkomen. Dat zal vast wel, maar. Dat is echt. Maar het is in ieder geval lastig voor mensen, omdat dus de fabrikant zich al indekt. Ja. Is voor mensen die allergie hebben, die lactose dingen, die is heel, kant, heel moeilijk om dan nog producten te vinden die je wel met een gerust hart zonder problemen kunt eten. En je ziet steeds meer hè, dat het. De laatste jaar, 2 jaar, dat grote merken met clean label noemen ze dat, producten komen. En dat betekent dat dat product vrij is van de 14 beschreven allergenen in de wet. Ja, appel hoort daar niet bij, hè? Nee, oké. Raar, hè? Want appel hoort wel bij een van de meest voorkomende, onder volwassenen dan, de meest voorkomende allergieën. Nou, maar raar dat hij niet bij staat dan. Kan ik wel verklaren. Want meestal is het zo, want nou, dan heb je vaak allergieën, maar heel veel mensen die een allergie hebben, hebben dat voor meerdere producten. Dus die zijn niet alleen allergisch voor appel, maar die kunnen ook geen persik eten of geen kersen. Oh, steenvruchten. Bijvoorbeeld. Ja. Maar kiwi staat hier tussen, pruimen, er staat de eikenboom,
de beuken of berkenboom, dat noemen ze ook de berken allergie. Waarom? Die eiwitten waar we het straks al even kort over hadden, die zijn genetisch, zeg maar, lijken die heel erg op elkaar. Die eet jij of komen in de lucht binnen? Ja, ik was bij van die, ja, precies. Die komen in jouw lichaam. Jouw lichaam gaat, die denkt, hé, dat is appel. Aanvallen. Oh, ja. Terwijl het eigenlijk geen appel was. Maar. En het is ook niet gezegd dat jij dat altijd hebt. Maar nee, dat is het moeilijke van allergieën. Omdat voor ieder dingetje een apart afweer schild wordt. Een soort apart leger wordt gemaakt. Om te zorgen dat het buiten blijft. Het is natuurlijk ook heel lastig aan de kotto. Want je hebt natuurlijk wel mensen die een allergie hebben. En ze weten niet waar het vandaan komt. Die worden helemaal volgeplakt met allerlei soorten pleintjes. Ja. Met dingetjes om te kijken waar ze er echt allergisch voor zijn. Er zijn natuurlijk ook dingen die niet verklaarbaar zijn. Absoluut. Mijn zoon en ik hebben allebei een allergie. We krijgen jeuk en uitslag als we een pilletje niet nemen. En dus ze weten echt niet wat het is. Mijn zoon die heeft het. En die huisarts van wie die kwam. Die zei van nou, dat is allergie, maar ik heb daar een medicijn voor, een pilletje voor. En zij kan ook niet verklaren waar die allergie vandaan komt en wat het is. Hij neemt een pilletje, gaat perfect. Neemt die pilletje niet. Heeft die uitslag en dinges. Dat had hij al een poosje. Ik krijg het een poosje later. Ik krijg hetzelfde. En ik ga naar mijn huisarts toe. Ik zeg, nou, ik heb dus uitslag. Ik krijg een jeuk en rode plekken en vlekken en dinges. Ik zeg, maar mijn zoon, die heeft dat ook. En die krijgt er een pilletje van. Oh ja, ze is het pilletje, schrijft ervoor. En ik slik het pilletje en ik heb gelast. Maar dat kan een voedsel natuurlijk zijn. Ja, alleen ze hebben geen idee wat het is. En waar het vandaan komt. En ik heb een allergie voor één soort medicijn. Dat zijn ze een paar jaar geleden in het ziekenhuis achtergekomen. En ik kan je vertellen dat het buiten al lastig is. Ik ben blij dat ze dat heel snel ontdekten. Omdat ik dat medicijn voor het eerst kreeg. En de volgende dag werd ik wakker. En het was mijn gezicht helemaal opgezwollen. Dus dat is al gauw van. Oh, dat kon dat pilletje willen zijn. Dus dat is heel gauw opgelost. Want niks is. Alleen, ik heb één pilletje gehad. En ik heb er maandenlang last van gehad. En niet iedere dag. Maar soms een paar dagen helemaal niks. En dan één keer de volgende dag heb ik bijvoorbeeld een opgezwollen vinger. Of dan werd mijn been dik. Ja. Of een van mijn wangen werd in één keer dik. En het heeft echt maanden geduurd voordat het er echt eruit was. Voor één pilletje. Ja. Maar sommige dingen, en ik blijf ook heel lang in je lijf. Ja. Van nature al. Ja. Want dat voedingsmiddel, wat ze eigenlijk wat je lichaam probeert uit, dat in dit geval een pilletje, maar of het een appel is, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Nee, precies. Nee, precies. Want je hoeft dus ook niet, als je die appel eet en je hebt een appelallergie, dat is meestal ook de minst heftig. Natuurlijk zijn die klachten niet leuk, dikke lippen, noem het op. Maar meestal zijn dat wel de milde klachten, noemen ze dat. Nee, dat klopt. Die klachten, die kunnen dus, wat jij nu stelt, dat is wel leuk, want als je die appel eet, hoef je geen dikke lippen te krijgen, standaard. Je kan vandaag dikke lippen hebben en over 3 maanden eet je dat appeltje weer, omdat je weer een keer wilt proberen. En dan heb je in één keer dikke kleine teen. Het is maar net waar in het lichaam je die reactie krijgt. En als die reactie, daar heeft er dus ook mee te maken welke klachten je daarvan krijgt. Het hoeft dus niet eenduidig te zijn. Het is best heel ingewikkeld. Het is natuurlijk heel lastig als jij gevoelig bent voor bepaalde etenswaren, waar je jezelf eigenlijk wordt je belemmerd. Ja. En vooral omdat wij tegenwoordig in de industrie heel veel toevoegingen doen aan producten. Heel veel, niet alleen maar slecht, absoluut niet, maar er zijn heel veel toevoegingen. Waardoor je natuurlijk heel veel producten, dat je eigenlijk altijd bedacht moet zijn op wat je eet. Heel veel vruchtensappen zit lactose. Dus er wordt melksuiker aan toegevoegd. Voor het zoet zijn, denk ik. In ieder geval om die smaak te versterken. Juist. Dus daar gebeurt iets, waardoor jij dus in één keer geen Juderans meer kan drinken. Nee, precies. Terwijl je met Juderans eigenlijk aan zich in de basis niks mis is. Nee. Ik moet zeggen, ik sta er verbaasd van. Ik ben blij dat ik bijna geen last heb. Ik kan eigenlijk alles eten en drinken, denk ik. Die pinda wist het wel. Die pinda, dat hoor ik heel veel. En het schijnt ook bij de meesten ook vrij heftig te zijn. Als ze die pinda, bijna altijd. Dan is dat bijna direct een ziekenhuis. En dat schijnt echt. En dat,
En het hoeft niet alleen de pinda te zijn, maar er kan ook de pindakaas zijn of iets wat met pinda in aanraking geweest is. Schijnt dat al heel heftig te werken. Het is een pulver, pinda. Ja. En het is eigenlijk raar hè, dat ze die dus niet, maar dat ze dus wel gewoon andere pulveren kunnen eten. Ja, behalve die pinda. Daar zit iets in. Maar ook dat zit weer in die eiwit. Maar pinda en noten, dat zijn ook niet dezelfde allergie. Dat denken ook heel veel mensen. Nee, die zijn verschillend. Maar het is een heel ander product. Want iemand die pinda allergie heeft, hoeft geen notenallergie te hebben of omgekeerd. Nee, klopt. Maar dit is wel inderdaad een van de heftigste. Ja. Maar sowieso zijn alle allergieën, dus waar je afweersysteem het gevecht aangaat, die kunnen zo'n heftig resultaat hebben. Dat je dus naar het ziekenhuis moet of wat ook. Minste van de gevallen is dat zo. Merendeel heeft hele vervelende klachten, maar die wel te doen zijn, zeg maar. Zoals niet vanuit het ziekenhuis. Nee. Maar dat is wel echt een dingetje. Maar nu hoor je best vaak, hè, ik ben een horecaman, ik ben kok. Bij ons op het restaurant kwamen ze vaak. Toen we nog draaiden, kwamen ze vaak met mensen die een probleem hadden. Op een gegeven moment, als je daar een paar keer goed mee omgaat, dan komen andere mensen er natuurlijk ook voor. We krijgen ook best veel bijzondere vragen. Mensen met echt hele ingewikkelde allergiecombinaties, waardoor je niet meer even kan uitwijken naar het een of het ander. Bijna moet studeren om te zorgen dat je het goede maakt voor die mensen. Wij zijn daar altijd eerlijk over. Als wij een pasta gerecht hebben, dan kan dat niet. Want pasta zit er gluten in. Punt. Ja, precies. Is ook glutenvrije pasta, dat weet ik. Maar wij zijn wel een stukje, als jij appelallergie hebt, dan krijg je van mij geen appel. Nee, precies. Op wat voor manier dan ook, dan heb je pech. Dat is heel vervelend. Ik snap echt wel dat het je lievelingsfruit was, dat de wereld is ingestort. Maar dat is iets waar jij mee moet leren leven. Ik ga het niet op een bepaalde manier dan toch klaarmaken dat je het misschien wel kan eten. Nee, dan gewoon geen appel. Punt. Maar nu krijgen we een stukje, en dat is misschien hetgeen wat mijn collega's ook wel gaan herkennen, is dat het wel lijkt dat de laatste 5 jaar er gigantisch veel allergieën bijgekomen zijn. Als je mij vraagt hoe ik mijn gevoel waarin staat. Daar heb ik net straks cijfertjes op gelezen. Hè, met 2 kindjes in de klas die er last van hebben. Ja. Voor mijn gevoel zijn het er nog. Eigenlijk is het heel veel, maar is het ook nog heel weinig. Dus ik kijk hoeveel vragen wij krijgen. Staat er niet in verhouding? Dan zou het alleen maar die glutenvrije mensen bij ons komen eten dan? Of hoe moet ik dat zien? Nee, dus, dat denk ik ook niet. Daar komt de vraag ook een beetje vandaan. Dat ik op zoek ben gegaan hoe dat nou zit. Er zijn wel studies over en zo. Maar eigenlijk heb ik er zelf een woord voor gemaakt. Dus ja. Ik zie je al druk zoeken. Ja, nee, dat kwam ik hier al iets tegen. Dus ja. Even kijken hoor, die fantoomallergie. Ja, dat klopt, ja. Bedoel jij? Toch? Ja, ik moest denken aan het feit dat jij, je hoort wel eens mensen die zijn been geamputeerd hebben of zo, dat ze toch nog pijn hebben. Dat ze een been hebben, terwijl die er niet meer is. Wel juist. Ja. En, dat is eigenlijk een beetje met allergieën zo. Ik ging eens een beetje terugkijken. Ik kan niet alles meer terugvinden, maar meer, dat is wel echt op gevoel gebaseerd en niet op feiten. Maar dat we teruggaan in de tijd en dat ik eens kijk, nou, glutenallergie, dat was 1 jaar of 3, 4 geleden. Hebben we 2 jaar lang heel veel gehad. Ja. Maar wat was het toen ook? Een dieet. Een glutenvrij dieet. Ik zal het dieet verder niet bij naam noemen. Maar die beste meneer die pretendeerde dat je, als je geen gluten had, sowieso gezonder werd en nou prima, maar dat gingen heel veel dames, of vooral dames, maar heel veel mensen doen. Daardoor kregen wij heel veel vraag naar glutenvrij eten met achter het woord allergie. Ja. Want ik heb een glutenallergie. En dat stukje is denk ik waar de mensen die echt een allergie hebben heel veel last van hebben. Want ik wil met alle liefde en plezier iets bijzonders voor je doen. Ik heb een anekdote beschreven in het boek. Ik heb een tijdje in een pannenkoekenhuis gezorgd dat weer op poten kwam. Daar werd een lactosevrije pannenkoek besteld. Daar moet ik dus voor in de keuken apart beslag maken. En dat deden we op basis van appelsap. Een aparte pan schoonmaken, extra schoonmaken. Zorgen dat het niet geen restje in zit, noem het op. Dus extra moeite om te doen. Het proces moet plat om die ene pannenkoek te bakken. Dat wil ik met alle liefde doen als je er echt last van hebt. Ja.
Dat begrijp ik. Maar niet omdat je een dieet volgt of weet. Maar toen werd er gevraagd aan die mensen, of tenminste, die mevrouw zegt: heb je de lactosevrij pannenkoek? Ja, mevrouw, die hebben we. Doe maar dan met 4 kazen. Nou, dan hoef je geen heel hoog gestudeerde kok te zijn om daar je broek van je kont te laten zakken. Ja, precies. Want kaas kan niet zonder lactose. Nee, precies. Helaas. Ja. Ja, maar een beetje is niet zo erg. Ja, nee. Maar nee, u heeft niet door wat wij moeten doen om te zorgen dat u... Niet dat het erg is om het te doen, alleen het is niet iets wat we even maken. Maar als het echt nodig is, prima. Ja. Maar niet omdat... Dus als jij wilt dat jij een goede pannenkoek krijgt die lekker is, maar zonder lactose, dan kan ik dat maken. Ja. Maar als jij op deze manier ermee omgaat, dus eigenlijk stelt dat je een allergie hebt die je dus niet hebt, dan ga ik daar dus heel veel moeite voor doen, maar dan ga ik dat in de toekomst voor mensen die het wel hebben, die het mijn best ook niet meer doen. Nee. Als het te vaak gebeurt. Ja, dat klopt. Dan ga ik wel een of ander pakje open trekken met zo'n rubber lap erin. Ja, en dan is klaar. Ja. Dan doe dat maar, succes. Je gewoon even de maat in. Ja. Ja, maar dat ga je krijgen. Ja. En nou, dan denk je, ja, maar er zijn ook mensen die maar een heel klein beetje allergie hebben, mogen die dan ook niet meer zeggen dat ze wel appel af en toe kunnen eten? Tuurlijk kan dat. Maar het verschil is dus iemand die een fantoomallergie heeft, in mijn woorden, die gaat daar niet van uitkomen. Die gaat daar achter schuilen, want dan weet ze dat ze zijn best doen. Ja, die zegt gewoon, ja precies, die zegt tegen jou, ik heb een allergie, terwijl ze eigenlijk gewoon een dieet volgen. Ja, of een zelfdiagnose hebben gedaan. Als zelf iets gedacht hebben van misschien is dat het wel. Of wat dan ook. En die mensen die een echte allergie hebben, die misschien wel een keer zeggen, nou die ene keer die appel, ik heb het er vandaag voor over, ik ga een moord doen van appeltaart. Nou best, maar die mensen zeggen dat meestal ook. Die zeggen gewoon open en eerlijk, je hoeft voor mij je best niet te doen. Nee, precies. En dat stukje, of ik heb ook wel eens mailtjes van dames gehad die een glutenallergie hadden en die zeiden van, ja weet je, het is allemaal niet zo heel erg, ik word er niet doodziek van, maar het zou fijn zijn als je het in ieder geval kan, zo goed mogelijk kan doen. Ah ja, precies. Maar dat er iets in een beetje kruiden zit of zo, dat is niet zo ramp. Nou, dat is dan prima, toch? Nou, dat is gewoon eerlijk. Ja, ja. En dat stukje, ik denk dat dat heel veel gezorgd heeft voor onbegrip in de samenleving eigenlijk. Ja, precies. Ik heb ook een stukje opgezocht over vroeger. Dat is ook mijn taak in dit geval. Ja, en ook je leeftijd. Dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Ja, het wordt wel weinig gelachen, hè, zo'n aflevering. Ik draai er niet overheen, hoor. Dat doet mijn leeftijd. Even kijken, hoor. Ik heb opgezocht en dat ging dat ouderen, en ik ook heel lang gedacht hebben, in onze tijd bestond dat niet. Nee. Maar het is wel zo. En het komt tegenwoordig wel vaker voor als vroeger. En dat heeft al te maken waar jij dit over had. Over dit gaat trouwens bij Marga Hagendoorns vandaan van de Universiteit Antwerpen. Dat er een wezenlijk verschil zit inderdaad tussen intolerantie en allergieën. En dat is sowieso al. Dat intolerantie is bijvoorbeeld lactose, suiker. Kortom wat jou zegt, bij darmklachten verkrijgbaar. Het is heel iets anders als een allergie bij dus. Bijna nooit acuut. Dus nee, precies. Bijna nooit meer naar het ziekenhuis gaan dat je nu doodgaat. Nee, dat klopt. Maar het is we gaan tegenwoordig ook, en dat klopt wel, want dat weet ik ook over vroeger bij ons thuis. En waar we het eigenlijk net ook al een beetje zeiden, we gingen vroeger veel minder snel aan de dokter. Maar dat deed niet van, een beetje diarree, een beetje pijn in je buik, ja, morgen daar, weet je, of een pilletje of een dingetje. En dan was het weer klaar. De tweede is dat we leven veel hygiënischer als vroeger. En dat is, men denkt van dat, en nu even wel natuurlijk met die handen was in verband met die COVID. Maar wij leven gewoon te hygiënisch. We zijn te schoon en dat klinkt raar, maar dat is wel zo. En vroeger, dat weet ik zelf al, vroeger douchten wij, nee niet eens. Ik weet nog de tijd dat we helemaal geen douche hadden. Dus dat was gewoon een tuil met warm water en dan werden we in de tuil met warm water gewassen. En dan ook nog niet iedereen een schone tuil water. Nee, wij hadden 8 kinderen thuis. Ja, en oudste nog eerst. Precies. En klaar. Dus dat ging en het werd gewoon 1 tuil volgens mij. 1 tuil water. En dus hoe heet het is. Maar ook dat er andere dingen gekomen zijn. Ons voedingspatroon is ook veranderd. Bijvoorbeeld, zij neemt hier een voorbeeld als kiwis. Vroeger waren er geen kiwis. Tegenwoordig wel. Nou, en zo kun je natuurlijk 20 jaar geleden waren er natuurlijk geen kiwis. En dat neemt zij dan toevallig dit omdat het ook heel vaak allergisch gereageerd wordt op fruit.
Nee, ze dit als voorbeeld in zouden zijn toen nog veel meer producten erbij gekomen die er vroeger niet, niet waren. Maar ook toen was het er wel. Ja. Nee, maar het is ook de overdaad aan. Hè? Want we moeten ook niet vergeten, wij zijn Nederlands zuivelland, zo zijn er wel meer. Ja. Maar zuivel is niet per definitie, het is, ik ga niet zeggen dat het ongezond is, helemaal niet. Maar het hoort van nature niet in ons eetpatroon. Vanuit helemaal terug naar de basis. Nee, dat hadden we nog geen melk. Nee. Echt niet. Nee. Dat melk ging naar dat kalfje toe. Ja, en die had het nodig. Als die kalf klaar was, dan was de melk op. Ja. Want die koe blijft alleen maar produceren zolang wij blijven melken. Ja. En dat is natuurlijk later wel gekomen. Want er is ook geweest een hele ophef toen de tijd over dat de melkpoeder naar de derde wereldlanden gestuurd werd. Waar de mensen er hartstikke ziek van werden. Ja, klopt. Omdat ze het niet aten. Ja. Lactose al. Maar als jij lactose overal in gaat stoppen, krijg je zo'n grote hoeveelheid lactose binnen. Dat je lichaam op een gegeven moment zegt van hier kan ik niks meer maken. Nee, precies. En bij de een zegt hij dat bij een heel klein beetje. En bij de andere zegt hij dat als hij een halve tankwagen leeg is open. Ja. Dat is natuurlijk wel wat het ook gebeurt door al die producten overal maar in te stoppen. Ja, nee, dat is waar. Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. En daar is dus veel in veranderd. En dat had je vroeger natuurlijk in veel minder mate. En we waren veel harder voor elkaar, denk ik. Ook dat. Ja, dat is ook voor onszelf, maar voor elkaar. Jij noemde niet zo vaak naar de dokter, maar, ik denk dat je wel gewoon veel harder was. Ja, maar tegenwoordig is het ook al heel snel van, laten we eerlijk zeggen, voor tenminste geringste loop je al naar de dokter toe. Ja. En de dokters lopen nu weer te klagen, dat er weinig mensen komen vanwege die corona. Maar dat zal er ook wel. Maar vroeger was het inderdaad zo, en dat weet ik wel bij ons thuis vandaan zeker. Je ging zo, en trouwens, ik heb mijn eigen kinderen ook zo opgevoed. Van joh, stel het niet aan en dan laten we iets van een paar dagen afwachten en dan zien we wat verder. Oh. Terwijl ik bijvoorbeeld ook wel iedereen kent. Ik bedoel, ik had maar dat is wel leuk wat je zegt. Ik ben hetzelfde, Lisette, mijn vrouw is ook zo. Wij zijn ook niet van de wil op de deur plat. Nee. Ik kijk het eerst zelf al 2 weken aan. Maar dan zegt de dokter altijd, ga het eerst maar even 2 weken aankijken. Ja, precies. Ja, dat is dus niet nodig. Nee, dat heb ik al gedaan. Ja, precies. Ben je al een stap voor geweest. Ja, en dat is natuurlijk wel wat... alleen die zin al zegt eigenlijk al dat het dat natuurlijk wel mensen zijn die allemaal iedere poeper is geven. Ja, nou ja, goed, ik heb een buurman gehad. Die was, ik heb bij jou een huisarts. Die was niet zo van pillen. En als het nodig is, is het nodig. En als het niet nodig is, dan is het niet nodig. Ja. Klaar. Ja, zo is het ook. En het is ook prima, hè, want het is natuurlijk op zich een heel goed streven. Maar mijn buurman, die vond dat die vond een waardeloze huisarts. Want die vond dat als hij pijn in zijn buik had, dan moest er een pilletje voor zijn. Of als hij zeer arm werd, dan moest daar een pilletje voor zijn. Dus die geloofde er heel sterk in, hè. Die moest overal een pilletje voor hebben. Die beste man had er ongeveer een apotheek thuis staan. Ja, dat zal wel. En die schreef echt overal een pilletje voor. En die vond dat, die vond dat. En dat soort mensen heb je natuurlijk ook. Die zijn er altijd geweest. En die zullen er ook altijd zijn. Die zullen er ook niet, en voor iedereen is wat, want je kan ook te lang wachten. Je klachten te groot worden. Ik bedoel, er is heel veel voor te zeggen. Ik denk dat je er gewoon op bedachtzaam mee om moet gaan. Ik denk dat dat de beste is. Je moet luisteren naar jouw lichaam. Maar het andere punt is, waardoor we tegenwoordig veel meer allergieën hebben. Althans, niet beschreven. Nee. Maar die er wel zijn, volgens de mensen, is internet. Ja. Jij noemt nu zelf net, jij had rode vlekken en jeuk. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Jij bent er dan wel mee naar de dokter geweest. Die heeft het in dit geval met een pilletje afgedaan. Het werkt voor jou prima. Maar voor een allergie is er 9 van de 10 keer geen andere oplossing als het product niet eten. Ja, precies. Of tot je nemen. Ja. Dat is... Maar stel nu dat jij niet naar die dokter was gegaan. En je gaat op internet zoeken. Jeuk, ik heb dit, ik heb dat. Dat is een hele... platformen voorwaarden. Oh ja. Daar word je gek van wat je daar allemaal vindt. Ja. En voor je het weet heb je de meest verschrikkelijke dodelijke ziektes. Maar daar komen ook heel veel allergieën vandaan. En er zijn ook... Stel dat jij die berkenallergie, die groep zeg maar, die we net noemden, waar je last van pollen hebt. En je hebt last van pollen. Maar je hebt geen loopneus of andere dingen die mensen met hooikoorts vaak wel kennen. Maar jij hebt die klachten niet. Jij krijgt jeuk en een soort eczeemachtige uitslag. Maar jij gaat het op internet opzoeken. Jij vindt dat het een appelallergie is. Weet je, dan ga je die appel mijden. Ga je er heel veel moeite voor doen. Ga je allemaal mensen ook met moeite dingen voor jou laten doen.
die gaan speciaal voor jou geen appeltaart kopen, maar die kopen voor jou een ander stukje taart, zodat je het ook kan eten. En dan weet je zo. En dat is allemaal hartstikke goed bedoeld. Maar je hebt helemaal niet die appelallergie, je hebt die pollenallergie. En die appel zou je gewoon kunnen eten. En daarmee is het gewoon heel belangrijk dat je het wel laat testen. En dat je weet waar je niet tegen kan. Ja. In plaats van het zelf op te zoeken. Ik denk dat dat echt het allerbelangrijkste is. En als je daar goed mee omgaat, dat je ook op een goede manier terugbehandeld wordt. En dat we, het is gewoon geen feestje om met een allergie te leven. Echt niet. Het klinkt een beetje als een hype. En het is de hele tijd een hype. Dat blijkt me, dat hebben we uitgelegd waar dat vandaan komt. Maar dat is het niet. Het is nee, gewoon geen feestje. Nee. Ik heb het van dichtbij gezien hoe mensen er letterlijk kapot aan gaan als ze het verkeerd binnenkrijgen. Ik heb het gelukkig zelf nog nooit gehad dat ze het van mij hebben gehad dat dat gebeurde. Nee, dat is blij. Maar ook daarin, wij zijn een gemengd bedrijf, wij verwerken alles, dat zeggen we er altijd bij. Ja. Ik kan niet voor die ene persoon mijn hele bedrijf stilleggen, van boven tot onder, helemaal laten desinfecteren, noem het allemaal op, om te zorgen dat het niet meer krijgt. Mijn zusje, die is een tijdje onverklaarbaar ziek geweest, die hebben ze van alles getest. Op een gegeven moment kwamen ze uit bij Kuliaki, glutenallergie-intolerantie. Daar hebben we een probleem. Wij woonden toen nog boven de bakkerij van mijn ouders. Oh jee, ja. Maar dat zou betekenen dat mijn zusje daar niet meer kan wonen. Nee. Omdat gluten in de lucht zweven. Alleen ja. Als dat nu op jou, in jouw glas komt, zul je daar niet, de meeste mensen niet, geen last van krijgen, want dat is zo'n kleine hoeveelheid. Maar dat zijn, met al die dingen, is kruisbesmetting bijna onvermijdelijk als jij meerdere producten verwerkt. Ja, dat snap ik. Ja, dat snap ik. Ja. Ja, wat je zegt, we zouden een heleboel plat moeten leggen, helemaal te desinfecteren. En dan zou je kunnen zeggen, van nu kan ik het veilig. Ja, maar dan moet het ook niet 100% veilig. Nee, precies. Een glutenvrije bakkerij, dus die wel glutenvrije brood maakt, of koekjes maakt, of wat ook. Dat, die maakt alleen dat. Ja, precies. Je hebt geen gluten in huis. Nee. Dat kan niet. Nee. Ik kan hier bij ons in de keuken geen glutenvrij brood of koekje maken. Nee. Ik kan wel glutenarm koekje maken. Dus als jij er weinig last van hebt, als je een heel klein beetje binnen krijgt, zonder dat het is toegevoegd, maar als je een klein beetje binnen krijgt en er niet ziek van wordt, dan kan ik het maken. Ja. En dat doen we ook. Ja, die mensen kunnen dus wel glutenarm. Ja, glutenarm wel. Nee, arm is eigenlijk vrij. Het is er niet aan toegevoegd. Nee, ja, precies. Maar ik kan precies. Je niet garanderen dat er 0% in zit. Helemaal niks, dat er 0% in zit. Dat kan. Nee, dat snap ik. Nee, want snap ik heb misschien die ochtend wel brood moeten bakken. Ja. Ja. Dus ja, zweeft het. Ja. Maar wat ik ook verbaasd vond, ook op dat internet op zoeken was, dat is dus ook echt niet slecht voor mij. Maar dat komt dat je zelf niet mee te maken hebt en ook niet, geen kennis of familie. Dat het ook in groentevrij veel voorkomt. Ja. Bijvoorbeeld wortels bijvoorbeeld. En wat je allemaal niet van kan krijgen, man. Ja. Dat heeft er weer te maken wat je net al over had. Die pollen-eiwitten. Ja. En dat is echt heel bijzonder. En ook als je trouwens kookt wortel, gaat het er niet uit. Het blijft erin zitten. Dus je niet zo of dat denkt van, nou ja, weet je, ik heb die kookstel, dan ben ik er vanaf. Nee, dus. Want dat zit erin. En dat blijft erin zitten ook. En als je daar dus inderdaad allergisch voor bent, vooral dat je een jasje op krijgt, is niet prettig. Want dat kan nog wel zijn. Vooral de hartslag, angst en verwarring. Ja. Ook daar zijn dingen waar ik van baas van stond. Ja, dat zijn de moeilijkste misschien. Vaak denk je, alleen maar aan uitslag. Weet je wel. Ja, maar jeuk, inderdaad, als jij nu ziek jeuk, wordt. Jij vreet die wortel ja. En dan gaat het niet helemaal lekker. Jij zit onder de rode vlekken. Dan zie ik aan jou wel. Ja, dan gaat het niet lekker met die man. Nee, precies. Dan moet ik even helpen. Nee, precies. Maar er zijn dus heel veel kinderen. Er zijn nu zelfs onderzoeken en het is niet bewezen. Dus dat kan ik ook niet hard zeggen. Dat zeg ik zachtjes. Maar op ADHD en dat soort zaken. Dat sommige gevallen ook afkomstig is van een voedselallergie. Dat gedrag verandert. Ja. Ja, het is... Ja, ook sla, selderij. Ik stond echt verbaasd spinazie. Nou, ik stond echt uien. Notabene. En uien, dat is ook niet zo heel fijn, denk ik. Want symptomen van een uiallergie, dat is gewoon misselijkheid, braken, diarree, maagkrampen, huiduitslag. Ontstekingen aan de luchtwegen en nog een moeilijk woord. Anafylaxie. Ja, dat is een shock. Ja, ja. In sommige gevallen. En dan denk ik, huh? Dit was echt, ging echt de wereld voor me open. Ja. En dan is het toch wel eens, dat denk je eigenlijk, ik bedoel nogmaals. Hè, en weet je hoeveel ui er gebruikt wordt? Oh, man, dat is ongelooflijk. Ja. Maar ook knoflook. Terwijl iedereen, ja, knoflook, ja, trouwens, ui ook knoflook, hartstikke gezond.
Ja, behalve in allergieën. Maar dan is het dus niet zo gezond. Huidirritatie, zwellingen, buikpijn, dan heb je diarreeën. Nou ja, kortom. Maar ook in, dat is ook, dat wist je trouwens ook, dat ook niet. In kruiden. Dus peper, mosterd, curry, komijn, anijs. Celery, ja. Ook daar komt dus allergie in. Ja, volgens mij, even uit mijn hoofd moet ik het maar zeggen. Maar heb jij dat... Zes mosterdzaad is voor mij ook wettelijk beschreven, is één van die 14. Ja, celery ook. Ja. Ja, sommige dingen wel. Maar weet je, in de basis... ik wist ook niet, eigenlijk, en daar ben ik al hier wel iets langer mee bezig als een dag, maar... tot een paar jaar terug wist ik ook niet dat je voor eigenlijk elk voedingsmiddel allergisch kan worden. Ja. En dat is, als ik er nu over nadenk met wat ik nu weet, dat is lekker makkelijk natuurlijk, maar dan is het eigenlijk wel heel logisch. Omdat het een deel is wat ieder product, iedere plantaardig of dierlijk product, heeft een eiwitcel. Ja. Of een stukje molecuul, weet ik precies wat het is. En daar kun je dus altijd een allergie voor opbouwen. En dat kan jouw lichaam altijd zien als een indringer. En het kan ook, wat ik meest enge vind, is dat het vandaag of morgen in één keer zo kan zijn. Jij hebt altijd die pinda's gefroten en morgen word je afgevoerd met 112 omdat je een pinda hebt gegeten. Ja. En dat, of beangstigd, je moet er niet te veel bij stilstaan natuurlijk, maar dat is best wel een dingetje. Ja, ja. Maar dat heb je bijvoorbeeld ook bij de asperges en dat komt dus weer, omdat asperge is dus weer familie van de uien en de knoflook. Maar het bevat een leliefamilie. En dat is dus weer familie van elkaar. En dus blijkbaar hetzelfde eiwit. Waardoor. Die heel erg op elkaar lijken. Als jij dus op die allergie hebt van ui, dat je dat ook waarschijnlijk van een spensie bent. Ja, dat zijn die groepen die ja, straks zijn. Ja, dat is een leliefs inderdaad, denk ik. Ja. Ja. En je hebt daar heel veel hoor. Die in verband hebben als je kiwi-allergie had het net over. De meeste mensen die daar last van hebben, hebben ook last van bananen. We krijgen een inval hier, ik weet het niet hoor, maar... Nou, die vloog wel heel laag. Maar goed, de avocado's dat zijn dan ook vaak aan verbonden. En dat is, die kruisallergieën maakt het soms ook nog wel complexer. Voor de mensen die er last van hebben. Want hoe meer het wordt, hoe moeilijker het wordt. Om te vinden wat je wel kan eten. Of... En wat je niet kan eten. Ja. En waar je niet, want op een gegeven moment ben je dat beroerd zijn, of die uitslag, of die jeuk, je bent het zat. Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens, hoor. Dus je dat regelmatig hebt. Kijk, als je een keer... Zijn dat de minst erge klachten? Als je een keer hebt, dan zeg je, nou oké, okay, maar als je dat regelmatig hebt, dan word je er niet vrolijk van. Nee, absoluut nee, niet. Nee, zeker niet. Hé, hey, maar ik zou zeggen, lees het e-book even lekker door. Je kunt het nogmaals gratis downloaden bij ons op de website. Ja. En ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. En heb je nou een allergie of een intolerantie? En ervaar je daar dingen mee? Ben je op zoek naar recepten of... Verzin het maar wat voor vragen je erover hebt. Maar ook gewoon jouw ervaringen mee. Met de supermarkt survival zoals ik het omschrijf. Ja, precies. Ben ik heel benieuwd naar je verhaal. Ja. En misschien kan Gert er nog wat van leren. Nee, we kunnen er altijd wat altijd, van leren. Altijd, precies zo. Meld het superleuk. Ja. En we praten graag met je verder. En, absoluut. Ik zeg, daar ben je ermee. Tot de volgende week. Hey, nou, volgende week. Hebben we een gast. Ook dat. Oh ja, volgende week hebben we een gast. Ja, spannend hè? Ja, zeker. Leuk. Nou ja, gast. Nou ja, dat wordt het is een gast. Dat wordt volgende week wel. Ja, maar waar gaan we het over hebben? Dat was het ook weer. Je hebt het gezegd. Ik weet het alweer. We gaan het hebben over recepten en eigenlijk de invulling die je er zelf aan geeft. Zeg ik dat goed? Ja, ik ken het niet beter van woorden, Gert. Hoe gaan we op met onze recepten? Ja, ja absoluut. Ja. Leek mij wel een leuk onderwerp. Ja. Is ook wel wat ingewikkeld. Op sommige vlakken. Wanneer wel, wanneer niet. Hoe nou wel, hoe nou niet. Hoe doe je het? Ja. Maar we gaan het doen. Moet je sommige dingen wel bij elkaar doen, sommige dingen niet bij elkaar doen. Ook, ja. Maar we gaan met name over een beetje theoretisch verhaal wordt het. Precies. Ik moet nog even bedenken wat ik op onze mooie tafel neer ga leggen. Een beetje improviseren gaan we volgende week. Hey, maar, ik zie je al de hele tijd kijken, Gert. Neem een soepje. Ja, ik zal het doen. Tot volgende week. Tot volgende week. Hoi. Super dat jij geluisterd hebt naar de Koken met Engelen podcast. Heb jij een vraag of een onderwerp voor een van onze volgende afleveringen? Stuur dan even een mailtje naar info@kokenmetengelen.nl en we helpen je graag verder. Tot volgende week!